Ik zit in het productieteam van het Verzet Kraait, dus als het gaat om de exposities, de theatervoorstelling en de film. Ik doe eigenlijk alles wat ervoor kan zorgen dat de productie door kan gaan, samen met een heleboel andere mensen. Nou ja, we hebben maar liefst 150 mensen die op de oproep zijn afgekomen. Dat is natuurlijk fantastisch. 100 vrouwen, 50 mannen uit de regio en Amsterdam en zeg maar waar ze vandaan komen. En dat is een geweldig resultaat. En als je ziet wat er nu ook gebeurt, heel veel enthousiasme. Al die mensen willen heel graag meedoen met dit geweldige stuk. Het Verzet Kraait is eigenlijk iets in drie delen. We hebben het over exposities, de theaterproductie en de film. Dit gaat om de theaterproductie. De musical die in september, augustus, september in Almelo te zien zal zijn. 1500 mensen per keer, 20 voorstellingen. Dus we hebben het over 25.000, 30.000 mensen die hier naartoe zullen komen. Dus ja, dat is een groot spektakel wat hier plaats gaat vinden. We doen het, eigenlijk in het hart van Almelo, vlakbij het spoor. De mensen beginnen ook bij een rangeerterrein naast het spoor. Vervolgens gaan ze met een brug naar de overkant, naar een oud industrieterrein. En dat heet het Indiëterrein. En daar gaan ze samen met z'n allen eten en drinken. Dat zit ook bij de voorstelling in. En vervolgens heb je de voorstelling buiten. Je zit overdekt, maar de voorstelling is verder buiten. Ja, iedereen heeft er ontzettend veel zin in. Kijk, de productie is al langer bezig. Het komt nu echt heel dichtbij. Hè. Door deze audities zie je ook dat het stuk ontzettend leeft in heel Twente en zelfs in Nederland. En dat is gewoon geweldig om mee te maken.